Gelijke kansen. Dat zegt het rapport van de commissie Monnar. We zeggen, het kan niet zijn dat de plaats waar uw wieg staat bepaalt waar je uw sociale plaats bepaalt. Dat mogen we niet accepteren. Dus de sociale ongelijkheid die daar aanwezig is, die mag niet de plaats in de samenleving bepalen. Het is, zeggen zij daar, uw talent die dat moet bepalen. Uw talent moet bepalen waar je in de samenleving terechtkomt. Ja, wat ik denk dat er daarmee gebeurt, is dat die talent, dus dat de ene ongelijkheid door de andere vervangen wordt. Dus de ongelijkheid die een sociale ongelijkheid is, die accepteren we niet. Maar nu accepteren we de. Nu mag de ongelijkheid blijven bestaan, want nu hebben we een rechtvaardiging voor de ongelijkheid. Want je hebt verschillende talenten. Dus maakt het eigenlijk onmogelijk om daar een discussie over te voeren. Het wordt een individuele aangelegenheid in plaats van een sociale strijd. Het is geen sociale strijd meer. Er moet geen politieke discussie meer over gevoerd worden. Het is uw individuele zaak. Het is uw individuele talent dat nu gaat bepalen waar dat jij in de maatschappij terechtkomt. En daar moet je niks meer over zeggen. Het is uw eigen schuld. Dat is ongelijkheid bestendigen door de indruk te wekken dat die ongelijkheid natuurlijk is. Want bij een talent hebben wij meteen altijd de neiging om te denken een talent is aangeboren. Dus eigenlijk maak je van de ongelijkheid een natuurlijke orde, geen sociale orde. Dus het heeft niks meer te maken met sociale klasse, met sociale strijd, met geschiedenis. Het heeft alleen nog te maken met uw natuur. Je bent zo geboren. Je hebt een aangeboren talent. Dat is de onmiddellijke connotatie die men maakt. Dus de ongelijkheid is aangeboren. En bovendien rechtvaardigt men ze, want die ongelijkheid in talent, die gaat u toelaten om door de school die we anders gaan verdiepen. Commissie Monnar, we gaan de school veranderen, zodanig dat het beter aansluit bij de talenten. En dan gaat je dus nadien niks meer kunnen zeggen, want nu heb je het niet alleen, het is niet alleen natuurlijk verschillend, maar je gaat het ook gerechtvaardigd hebben. Dat de positie die jij hebt, dat die positie is de juiste, want dat is je talent en je hebt in de school de kans gekregen om je talent te ontwikkelen en dus moet je niet meer komen klagen. Ja, dat is werkelijk een neutralisering van de politiek, alleen van de politiek in de zin van een strijd over een rechtvaardige samenleving. Dat moet er niet meer zijn. Dat wordt een kwestie van talenten die de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is een soort van discours dat zeer, zeer gevaarlijk is.